Voorzitter, allereerst de Zwarte Piet-motie. Van wordt gezegd dat het niet politiek is. Ja, ik vind toch dat de Raad zich daarover uit kan spreken. Dat de Raad pal achter Zwarte Piet staat en dat Zwarte Piet zwart moet zijn. Of donkerbruin. En zeker niet een roetvegen of regenboog of allerlei andere onwenselijke kleuren. En in mijn motie staat ook college... wordt opgedragen Sinterklaasactiviteiten voor Zwarte Pieten aanwezig zijn die een andere kleur hebben dan zwart of donkerbruin op geen enkele wijze, in welke vorm dan ook, vanuit de gemeente gesubsidieerd en of gefaciliteerd worden. Ik had er ook een half miljoen voor, of een kwart miljoen voor begroot. En de voorlichtingscampagne over de positieve achtergrond en bedoelingen van Zwarte Piet als kindervriend. Voorzitter, als ik kijk... Niemand heeft meegetekend met deze geweldige motie. Leef voor Rotterdam, de VVD, CDA, de rest van de raad, allemaal tegen Zwarte Piet. Terwijl onder de gewone Nederlandse burger altijd een grote meerderheid voor Zwarte Piet is. Een schrijnend voorbeeld van hoe de politieke elite binnen deze kaasstolp het gewone volk daarbuiten minacht. Jan met de pet. Hoogwerf wil een vraag stellen. Ja, voorzitter. Meneer Meebes, we zijn juist heel erg voor Zwarte Piet. En wat u niet beseft is dat u door het op deze manier politiek te maken... de linkse meerderheid in deze raad de mogelijkheid geeft om het ook politiek te maken... en daarmee Zwarte Piet om zeep te helpen. Dus ik zou nog maar even nadenken voordat u dit soort acties onderneemt. Meneer Meebes. Ja, mevrouw Hoogwerf, straks had u ook kritiek op een andere motie van mij. Toen begon u met, geloof ik, een hele ingewikkelde schrijver of zo. Maar goed, ik ga hier niet verder op in. Ik ga verder met mijn betoog. Jan met de pet. Henk en Ingrid zijn racisten, want ze willen een traditioneel oud-Hollands kinderfeest in ere houden. Hoe absurd kun je het bedenken? Dit is het toonbeeld van de weg met ons cultuur. Inmiddels is vrijwel de hele raad ermee besmet. Dan, breaking news. Op RTV Rijnmond Politiek 010... kwam dit weekend een woordvoerder van Leefbaar Rotterdam met de mededeling dat Leefbaar vanaf nu vooral op de allochtone kiezers zich gaat richten. Een soort tweede denk, denk ik dan. Nu begrijp ik ineens al die verbindende gesprekken en moties van deze twee partijen. Nu wordt ook meteen duidelijk waarom Leefbaar Zwarte Piet de rug toekeert. En dus niet met de PVV Zwarte Piet-motie mee wilt tekenen. Toch zie ik uit naar vele individuele meestemmende Leefbaar raadsleden op deze motie. Alle andere raadsleden uiteraard ook uitgenodigd om toch mee te stemmen.